Toon Tellegen, meester in het vertellen van dierenverhalen. In een tijd waarin we misschien al eens een pen ter hand zouden moeten nemen en een brief schrijven naar mensen die we vandaag niet zien, ga ik jullie een verhaaltje voorlezen over de eekhoorn die een brief schreef aan de mier. Op een dag in de winter schreef de eekhoorn een brief aan de mier. Beste mier, 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 mier. Beste mier, 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 mier. Beste mier, mier. De eekhoorn. Het was een vreemde brief en de eekhoorn wist ook niet waarom hij hem geschreven had. Maar hij trok hem een jas aan. Zette hem een muts op, want het was koud. Legde hem uit hoe hij moest gaan en deed de deur open. De brief stapte voorzichtig naar buiten. Klom langs de beuk naar beneden, liep door de sneeuw en tikte op het raam van de mier. Wie is daar? Vroeg de mier. De brief, zei de brief. De brief? Zei de mier. En verbaasd deed hij zijn deur open. Ik ben voor u, zei de brief. Hij maakte een kleine buiging en zette zijn muts af. De mier bekeek hem van alle kanten en maakte hem toen voorzichtig open. Ik zal je maar lezen, zei hij. Dat is goed, zei de brief. En toen de mier de brief uit had, wreef hij in zijn handen en zei: Ga zitten, brief, ga zitten. Wat wil je hebben? Nou, zei de brief aarzelend, dat weet ik eigenlijk niet. Iets zoets? Vroeg de mier. Oh, dat is goed, zei de brief. En hij ritselde van plezier. De mier nam zijn pen en schreef iets zoets bovenaan de brief. En na enig nadenken ook nog iets warms onderaan de brief. En zelf nam hij honing. De brief knisperde van plezier en zijn hoeken krulden om. Lange tijd zaten zij bij elkaar. Terwijl de mier af en toe opstond en iets aan de zijkanten van de brief schreef. Toen het donker werd, nam de brief afscheid. Het sneeuwde en langzaam waadde hij door de sneeuw terug naar de beuk, klom naar boven en schoof zichzelf onder de deur van Eekhoorn door. Zo, zei Eekhoorn, je bent weer terug. Ja, zei de brief. En terwijl de Eekhoorn zich over hem heen boog, vertelde de brief hem alles wat hij bij Mier had meegemaakt en tenslotte ook wat de Mier van hem, de eekhoorn, vond. Wat dan? Vroeg de eekhoorn. Lees maar, zei de brief. En de eekhoorn las en toen hij de brief uit had, vroeg hij hem of hij hem onder zijn kussen mocht leggen. Dat is goed, zei de brief. Buiten stormde het. Het huis van de eekhoorn kraakte en sneeuw viel in steeds dichtere vlokken. De wereld werd witter en witter. Maar de eekhoorn en de brief wisten daar niets van. Zij sliepen en droomden van woorden en zoete inkt.